Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Jonathan Rekker en ik zit hier vandaag met mijn vader, broer Hans Rekker. Welkom papa. Dankjewel. En we gaan vandaag de 11e les van het eerste kwartaal van 2023 bespreken. Ijver tegenover luiheid. De les van Sabbat 18 maart. Ja, we weten denk ik allemaal wat ijver en wat lui is. Ja. En in deze les gaan we dat bespreken aan de hand van de voorbeeld van de tweede zendingsbrief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Voordat we daar verder en meer over gaan spreken, vragen we altijd eerst om Gods leiding door middel van het gebed. Lieve Vader in de hemel, in de naam van Jezus komen we bij u en we vragen toch uw leiding ook voor deze les. Help ons toch dat we goed mogen begrijpen wat ijver is voor u en ook als we daar lui in worden. Geef ons daarom ook de ijver in ons hart, bij ons met uw Heilige Geest, dat we de woorden goed mogen uitspreken, goed mogen bedenken wat we in ons leven kunnen gebruiken uit de lessen die we lezen. Help de kijkers ook die het doen, dat ze daardoor aangespoord worden om ijveriger toch voor u te werken. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ijver tegenover luiheid. Ja, iemand die ijverig is, die werkt hard. Maar is ook af en toe lui. Ja. Ja, weet je, de begrippen moet je tegenover kan stellen. Maar het is niet zo, iemand is alleen maar ijverig of iemand is alleen maar lui. Nee, ook iemand die hard werkt moet slapen. Ja, dat is, nou noem ik slapen geen luiheid, hè? Nee, maar je moet uitrusten, ontspannen. Is ook, soms wel. Ja, dat is zeker. Maar het gaat om, wat is je kenmerkend voor? Zou ik zeggen. Wat is je dominante karakter, eigenschap? Er zijn twee mooie teksten. Soms niet altijd lees ik de inleiding of de geheugentekst, maar hier vind ik het toch wel heel treffend. Wil jij ze met ons lezen? We beginnen met Romeinen 12, vers 11. Wees niet traag van uw inzet betreft, wees vurig van geest, dien de Heere. Ja. Dit is duidelijk een geestelijke tekst. Ja. De tweede die we gaan lezen, dat stukje van de weg tot gezondheid, gaat over ieder soort werk. Geestelijk alles. En je gewone, normale werk ook. Ja. Bedenk dat welke post u ook vervult, u uw motieven openbaart en uw karakter ontwikkelt. Welk werk u ook doet, doe het in de puntjes met ijver. Of in de neiging om de kantjes eraf te lopen. Ja. Ja, dit is een tekst uit mijn hart gegrepen. En dat wil niet zeggen dat ik er nooit de kantjes afloop. Er zijn best momenten dat ik denk van, ik had al even afgelopen uur wat effectiever kunnen zijn. Of weet ik allemaal wat. Dan zijn we afgeleid door andere, in onze ogen op dat moment, belangrijke dingen. Maar het deed me wel heel erg denken aan de boeddhisten. Een oprechte boeddhist doet met overtuiging ieder werk wat hij krijgt. Mm-hmm. Hij poetst de schoenen omdat dat het werk is wat het universum hem opdraagt dan. Zo zegt hij dat. Mm-hmm. En dat is wat hier ook staat. Dus als wij het werk wat ons aandient, dat grijp je aan en doe je met overtuiging. Dus kenmerkend van een christen moet dus zijn dat alles wat hij doet, hij goed wil doen. Dat hij dat goed wil doen. Ik wil niet zeggen dat je het allemaal kan, hè? Nee. Maar je mag wel je beste voor doen. Maar je moet alles wat je doet met inzet en ijver. Ja. De mooiste voorbeeld uit de Bijbel die we kunnen vinden zijn Daniel bijvoorbeeld en Jozef. Ja. Alles wat aan hun werd toevertrouwd, deze kwam goed. Dat is natuurlijk de zegen van God, maar dat is ook omdat ze gewoon hun best deden. Maar zou het zo kunnen zijn dat als jij je best doet, dat God het gaat zegenen? Precies. Dat is natuurlijk ook de kant, hè? Ja. En ik vind het, daarom is dit een hele mooie motivator om dat op die manier te doen. En je moet je voorstellen dat als je dat doet, dat je leidinggevende dat dus fantastisch vindt. Dus een manager die gaat denken van, nou, die man doet echt zijn best. Maar als je dan ook uitlegt dat het niet alleen is omdat je dat graag doet, maar omdat het ook je opdracht is. Ja. Ja, dan heb je ook het evangelie verkondigd. Dankjewel. Dus een harde werker is een evangelist in zijn omgeving. Precies. Dus predik het woord eigenlijk door zo min mogelijk te spreken. Zou je kunnen zeggen. Ja, dus laat het door je werk zien. Ja. Wij zijn allemaal een wandelend reclamebord voor Jezus. Juist. En wij zijn er zelf verantwoordelijk voor wat op dat reclamebord staat. Ja. Als daar staat, lui doet nooit zijn best. Dan is dat dus welke reflectie we op Jezus afgeven. Ja, of er staat, hij praat alleen maar over Jezus en doet, hij werkt niet. Ja. Dat is ook niet handig. Ja, of nog erger, hij werkt niet en hij praat alleen maar over anderen. Dat is nog erger. Ja. Dus wij zijn allemaal, wij zijn vertegenwoordigers van Jezus. Dus wanneer mensen ons zien, welk karakter zien ze dan weerspiegeld? Is dat het karakter van Jezus dat wij weerspiegelen in ons handelen, in ons wandelen, in ons doen en spreken? En dan schrijft ook in haar boek over Jezus, de wens der eeuw in het begin, in zijn jonge jaren, dat hij als timmerman werkte bij Jozef. Ja. Werkte die ijverig. Precies. Dus Jezus geeft daar zelf goede voorbeeld in. Ja. Nou, we hebben dus nu het frame eigenlijk neergezet voor deze les. Het kader waar we het over gaan spreken. Dat doen we aan de hand van de tweede zendingsbrief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dus die wonen in Thessaloniki. Dat is
de provincie Macedonië uit mijn hoofd in Griekenland. Ja, Noord-Griekenland. Ja. Een leidend thema in deze brief, dat is belangrijk om de context te schetsen, is de wederkomst van Jezus. Ja. In het tweede hoofdstuk heeft Paulus het er steeds over dat ze niet moeten denken dat Jezus is teruggekomen, maar dat eerst het kwaad erger moet komen. Eerst zegt hij moet... De afval moet eerst komen. De afval moet eerst komen. Ja. De mens der wetteloosheid moet worden geopenbaard. Ja. Dus in het kader, Paulus bespreekt het dus in het kader van, hij zegt, jullie zijn al bekend met de wederkomst van Jezus en wat er gaat gebeuren, maar sommige van ze lijken te fanatici zijn geworden. Die denken dat Jezus is teruggekomen of de wederkomst verkeerd uitleggen. Maar wat prachtig is dat voor onze huidige tijd. Ja. Jij en ik geloven ook dat Jezus gewoon... Wij geloven ook op de... Ja. We zijn niet voor niks Adventisten. Ja. Zevende-dags Adventisten. Dus het past heel erg bij onze eigen overtuiging ook, om hoe je daarmee overweg gaat. Ja. Nou, dus bij deze eerste vraag hebben we dus die context geschetst. Er waren dus mensen die... Iedereen verwachtte de wederkomst van Jezus, maar sommigen waren daarin doorgeschoten. Ja. Zeiden, Jezus is al teruggekomen. Ja. Of zeiden, Jezus komt terug en daarom kan hij niet meer, wat niet meer doen. Ja, niet meer werken. Niet meer werken. En, want Paulus noemt het heel eufemistisch in zijn aanheffen. We horen dat sommigen u ongeregeld wandelen. Ja. En dan zegt hij, ze werken niet. Precies. Dat bedoelde hij. Dus hij, toen hij het opgeschreven had, denkt hij, ik moet even duidelijk maken wat ik bedoel. Ze werken niet. En wat noemt hij dan? En dat is best wel triest. Ze zijn bezig met nutteloze dingen. Ja. We hebben net over gezegd dat ze het wel hadden over de wederkomst van Jezus. Maar Paulus noemt het in de context zoals zij het deden, als nutteloos. Want wat zegt hij? Het moet wel zo zijn dat hetgeen wat je zegt, dat je leven daarmee in overeenstemming is. Want jij zei net daarvoor, je leven moet eigenlijk een lopend reclamebord zijn. Nou, en dat zegt hij, en we raden aan, hè, zo kunnen ze bevelen we aan, we raden aan, dat ze in alle rust wat ze moeten gaan doen, aan het werk gaan. Ja. En dan zegt hij niet welk soort werk. Het mag geestelijk werk zijn, het mag timmermans werk zijn, maar wel zeg je dat je je eigen geld kan verdienen. Ja. Je eigen brood eten, want waar leefden ze van? Van de aalmoezen. Ik moet het werk van de Heer doen, dus moet jij me geld geven of eten geven? En voor de goede orde, we hebben het er dus niet over mensen, dat zijn we namelijk in de les later, mensen die door de gemeente zijn aangesteld om te werken. Nee, hebben we niet over. De bijbearbeiders zijn door de gemeente aangesteld. En Paulus zegt zelf later, dat zien we ook later in de les, zij mogen van het evangelie leven. Juist. We hebben het ook niet over mensen die niet kunnen werken. Nee. Dus voor wie de aalmoezen juist bedoeld zijn. Nee. Het gaat dus over mensen die niet willen werken. Precies. Die om wat voor reden dan ook, die hun eigen, niet hun eigen brood willen verdienen. En die zeggen, de reden die ze zeggen, dat daarom is hij zo gevaarlijk. Ja. De reden is, zeggen ze, Jezus komt gauw weer. Ik moet het evangelie verkondigen, want... En dan zijn ze tegen de gemeente eigenlijk aan het werk. Ja. Het is, in het Grieks staat er, is hier een woordspel. Er staat hier dat ze niet werkend zijn, maar dat ze... werkende lichaampjes zijn. Heel druk zijn. Ja, dus heel erg druk zijn. In het Engels is dat een beetje vertaald. They're not busy, but they're busy bodies. In het Nederlands noemen we dat mensen die lucht verplaatsen. Lucht verplaatsen, ja. Ja, die doen, ja. Die, met, ja, die dus heel druk zijn met nutteloze dingen. Ja. Die dus hun tijd en hun energie aan... Ja, in het Grieks woord kan je het ook wel vertalen als mensen die zich bemoeien met dingen van andere mensen. Ja. Dus mensen die bezig zijn met roddel en achterklap. Maar we zien later ook in de les, in een van de citaten van Sister White, dat er mij ook eens bedoeld fanatici. Ja. Mensen die zich bezighouden met... die zoveel tijd over hebben... Dat kan je inzoomen op de meest onbelangrijke dingen en dat belangrijk gaan precies. maken. Ja. Dat ze dingen uit de leer kunnen uitzoomen en die zeggen, dit is het belangrijkste wat we allemaal moeten weten. En iedereen moet dit doen. Nee, dus we hebben het echt bewust te zeggen nogmaals. Ze zijn gestopt met werken terwijl ze niet aangesteld zijn als arbeider. Ze zijn niet gekozen als prediker of als arbeider. En ze zeggen zelf, maar wij vinden dat we moeten stoppen met werken. Nou is iedereen zijn goede recht. Als je dan ook van je geld kan leven. Precies. Van je pensioen of van je vermogen, dat mag allemaal. Ja, kijk, een mooi voorbeeld die mij hierin opkwam is, we hebben het voorbeeld van Noach, vind ik een mooie. Mm-hmm. Noach heeft 120 jaar gepredikt en gewerkt. Ja. Want die ark moest echt af. Dus die heeft ook nog een keer gewerkt. En dat vind ik een mooi voorbeeld. Hij was door God zelf geroepen om dat te prediken, maar ook om het werk te doen. Ja. Paulus maakt hier dus ook duidelijk, hij zegt hier dus mensen die niet werken, maar bezig met nutteloze dingen. Ja. De les die we ook uit kunnen halen is dat, waarom is het zo belangrijk om, als je kan werken, dus het is alleen maar als je in staat bent om te werken, waarom is het belangrijk dat je aan het werk bent? Omdat als je niet werkt, dan heb je heel veel tijd voor nutteloze dingen. Er is een Nederlands spreekwoord, ledigheid is dus duivels oplossing. Precies. Dus
De mens heeft, door onze zondige natuur hebben we werk nodig. Ja. Ja. Dat geeft voldoening aan je leven, dat geeft en tijdsvulling. Je doet iets wat bijdraagt aan de samenleving, ja, aan je gemeente. Ja. Je kan mensen die niet kunnen werken ondersteunen, je kan het zendingswerk ondersteunen. Het is een voorrecht om te mogen werken. Ja, dus een soort subconclusie die je kan hebben is, er is geen reden om niet te werken. Ja, ja, precies. Ja. Dus als het kan. En dat zien we ook zo meteen bij de tweede vraag. Ja. Daar gaan we nu naartoe. In de tweede vraag wordt de vraag gesteld. We hebben dus nu gezien dat sommigen, waarom ze dat niet delen. Ja. We hebben eigenlijk gezien hier twee groepen. De ene groep zegt dus, Jezus komt terug. Ik kan niet werken. Het is de wederkomst van Jezus. Ik moet mezelf nu fulltime aan het werk leggen. Terwijl de gemeente het niet heeft aangesteld. Nee. Er is ook nog een andere groep. En welke groep is dat? Ja, dat is de groep die op zich ook geloof dat Jezus gauw weer komt, zoals ik dat van mijn kindertijd ook al geloof. Maar hun leven probeert in te richten om voorbereid te zijn op de wederkomst van Jezus, maar doorgaan met het leven. En wat geeft Paulus als tip erbij? Hij zegt dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt, en we hebben net gehoord wat ongeregeld is, die niet werkt, dat hebben we net gehoord, en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want dan geeft hij ons zijn eigen voorbeeld. Ja. En dat vind ik het mooie. Dus eigenlijk zegt hij, pas op, beste harde werkers, beste gelovigen. Laat niet geprofiteerd worden van jou. Ja. Dat zegt hij eigenlijk. En dat is natuurlijk een zwaar woord om iemand een profiteur te noemen. Terwijl hij zegt eigenlijk, ja, maar ik wil me voorbereiden op dat Jezus weer komt. Maar we zien hier dat dat woord luiheid daarbij hoort. Paulus maakt hier eigenlijk duidelijk. Hij zegt, enerzijds, het staat er overigens niet, dat deel van dat de mensen die de wederkomst van Jezus en daarom dat zeggen, dat staat er niet expliciet, maar dat kunnen we uit de context van de twee hoofdstukken halen. Maar hij heeft het in ieder geval hier wel over mensen die dus op de kost van andere mensen leven. Ja. Terwijl dat niet hoeft. Nee. En hij stelt zichzelf daar dan tegenover. Precies. Hij laat dus zelf zien, terwijl hij aangesteld is door de gemeente, dat zien we later in de les, zijn eigen brood verdienen. Hij noemt het zelf mooi, we hebben de bevoegdheid om geld voor jullie te krijgen. Ja, maar we hebben er niet voor gedaan. Hij gaf dus zelf het voorbeeld van iemand dat ook als je aan het werk bent, je nog steeds kan evangeliseren. Ja. Iedereen kan een evangelist zijn. Sterker nog, omdat je ergens werkt, kan je licht ergens brengen. Ja. Waar je misschien anders niet komt. Ik heb het voorrecht in mijn werk dat ik met wat hogere mensen in het bedrijfsleven mag spreken, in de overheid mag spreken, in de sociale gemeenschappen. En dat vind ik een voorrecht. Niet omdat ik met die high society mag spreken, maar omdat ik op die manier ook een getuige van Jezus mag wezen. Ja. Daar. Dat is het mooie. En dat is ook het mooie aan de gemeente. De gemeente is een diverse groep van mensen die in ziekenhuizen komen, universiteiten, handwerkers. Dat we, God heeft iedereen overal mensen, zodat overal mensen bereid kunnen worden. En dat is je plicht, hè? Juist door mensen die gewoon aan het werk zijn. Ja, ja. Wat ik heel mooi vind, wat Paulus wel beëindigt, hè, als je dat stuk van in vers 10, in 2 Thessalonicenzen 3 vers 10, dan zegt hij een heel hard oordeel. Hij zegt, ik heb het je vaker gezegd. Ja. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Ja. Dat is wel hard. Ja. En niemand zal uit zijn hart zeggen dat hij niet wil werken, maar eigenlijk zeggen, ja, maar ik kan niet werken, want, en dan krijg je allerlei verhalen, maar Paulus noemt dat heel simpel, je wil niet. Ja. En daarmee geeft Paulus dus ook te kennen dat mensen die dus op de kost van anderen leven, terwijl dat dus niet hoeft, of dat ze niet zijn aangesteld door de gemeente, dat je die dus ook tegen zichzelf moet beschermen. Ja. Hoewel je ze dus wil ondersteunen, moeten ze eigenlijk de nood voelen om aan het werk te gaan. Ja. Zodat ze een prikkel voelen. Zodat ze merken dat als ze niet werken, dat er niks te eten valt. Ja, kijk, en Paulus is natuurlijk het meest fantastische voorbeeld. Zo iemand die als tentenmaker in zijn eigen onderhoud voorzag. Dus hij heeft wel dingen geaccepteerd, daar komen we straks wel even op. Maar daar in zijn eigen onderhoud voorzag, dus zijn eigen geld verdiende. Maar hij is de meest productieve evangelist van het hele Nieuwe Testament. Ja. Er is niemand die zo hard gewerkt heeft als Paulus. Zonder dat ik Petrus en Johannes of die anderen af wil doen. Sla maar op, wie heeft de meeste brieven geschreven? Ja. Wie heeft de meeste zendingsreizen gemaakt? Dat is allemaal Paulus. Dus dat is heel bijzonder. Dus hij is het levende voorbeeld, toen in die tijd, van dat het allemaal kan. Ja. En bij hem lees je niet over burn-outs of overspannen. Het is inderdaad ook niet zo dat je dus, dat God jou. Er zijn sommige mensen die de illusie hebben dat ze hun werk moeten neervallen om God te kunnen dienen. Ja.
Maar er zijn maar weinig. En nu zijn er mensen die zijn door God geroepen als Bijbelarbeider. Ja. En dat wordt door de, we gaan het er zo meteen. Ik heb het al een paar keer. Maar we gaan het erover hebben. Ja. Dat is heel belangrijk, want die moet je respecteren. Zeker. Predikers ook diep respecteren. Precies. Ja. Heb ik ook. Maar iedereen is geroepen als evangelist. Ja, dat vind ik. Waar die is. Ja. Iedereen. Iedereen is in zijn of haar werk, wat hij doet, geroepen om te evangeliseren. Ja. Iedereen heeft die roeping. Ja. Dat betekent dus niet dat we onze werk hoeven te stoppen als we die roeping voelen. Het kan zijn dat je geroepen wordt als evangelist, en daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar dat is iets anders. Ja. Als bijbelarbeider. Of als prediker. Wat zegt Paulus nou, als we nou nog naar de derde vraag gaan? Wat moet je nou doen met die mensen die niet willen werken? Ja, ik lees maar de tekst voor. Als ik mijn eigen woorden is het misschien nog harder. Ja. Ik lees maar wat Paulus erover zegt. Hij zegt, we bevelen nu, eigenlijk zegt hij, ik raad jullie aan. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus hij zegt het niet omdat ik het zeg, hè, maar omdat Jezus het zegt. Neem afstand van iedere broeder die ongeregeld wandelt. Ja. Die niet wil werken, is dat in andere woorden. En niet naar de overlevering die van ons ontvangen heeft. De andere woorden, als ze niet veranderen, dan neem je afstand van ze. Ja. Ja, dat is best hard. Dus hij zegt niet, je moet gelijk zijn. Nee, je moet met ze in gesprek gaan. Op de manier zoals Matthäus 18. Wijs ze op hun fouten. Met alle liefde dat je ze voor ze wil sterven. Maar als ze dat niet willen inzien, doe je afstand van ze. Ja. In de opmerking wordt ons ook duidelijk dat dit gaat over mensen die... Ja. Ook gaat over mensen die dus het geestelijke aspect gebruiken als een argument dat ze niet hoeven te werken. Fanatisme. De gelovigen te Thessalonica werden in hoge mate geërgerd door mensen met fanatieke ideeën en leerstellingen. Ja. Sommigen gedroegen zich ongeregeld, schrijft zuster White, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is. Ja. De gemeente was goed georganiseerd en de functionarissen waren aangesteld om als predikers en diakenen dienst te doen. Maar deze mensen, zeg ik er zelf bij, waren eigenzinnig en hartstochtelijk, die weigerden zich te onderwerpen aan hen die leidende posities in de gemeente bekleden. Hier staat dus eigenlijk mensen die dus, dachten dat ze het zelf beter wisten. Mensen die zich niet aan het gezag binnen de gemeente willen schikken. Ja. Dat zie je in dit geval heel duidelijk naar voren. En ook geen gewoon werk willen verrichten. Maar zeggen, ja, ik ben geroepen tot en de rest heeft het fout. Ja. Ja. Dus... Hun eigen inzichten werd de gemeente opgedrongen, staat in de opmerking. Precies. Nou, ik ga geen namen meer noemen, maar soms herken je die ook wel in je omgeving. In de loop van de tijden kom je die mensen tegen. Altijd, iedere keer. Ze waren in Thessaloniki. En we hebben ze af en toe ook in onze eigen gemeente. Dus ze komen gewoon. En daarom is het goed om daar waakzaam voor te zijn. En even dus ook, en dat is dus als gemeente die we altijd de indruk moeten werken dat het is een deugd, een voorrecht om te mogen werken. Ja. Zodat je mensen die niet kunnen werken, of mensen die hun leven hebben gewijd aan het evangelie, omdat ze daardoor geroepen zijn door de gemeente, die allemaal kan ondersteunen. Wat een voorrecht is om jouw steentje te mogen bijdragen. Paulus zegt ons, blijf je nog eventjes bij de vierde vraag. Ja. Hoe moet je nou vervolgens, we moeten dus afstand van ze nemen. En wat schrijft Paulus als advies om deze mensen te geven? Hoe moet je ze behandelen? Neem even die wat vreemde tekst van Timotheus hierin. Ja. Timotheus staat in mijn herinnering niet bekend als een luiaard. Nee. En toch zegt hij tegen Timotheus, maar dat zegt hij in zijn vaderlijke zorg voor die jonge arbeider, hè? Dat hij niet de verkeerde kant op gaat. Zorg ervoor, zegt hij, beijver u, zorg ervoor dat je jezelf kan wel beproefd bent voor God te stellen. Met andere woorden, test je maar voor God zelf. Dat je als arbeider niet hoeft te schamen voor wat je doet. En dat is een mooie. Mm-hmm. Ik heb ook als het eind van de dag dat ik denk, als ik in mijn avondgebed doe, dat ik denk, Heer, ik heb het niet goed gedaan. Ja. En dat is wat hier staat. Dat je jezelf erin beproeft. En dat je je daarin verbetert. Ja. Daar heb je geen andere mensen voor nodig. Maar gewoon, als je in gebed gaat, ben je eerlijk. Want voor God kan je niet liegen. Ja. Dus dan moet je de waarheid zeggen zoals die echt is. Voor anderen kan je het mooi praten, maar voor God kan je niks mooi praten. En dat is wat hij aan Timotheus zegt. Ja, en dan zegt hij, dat is één, dat is je eigen verantwoordelijkheid. En tweede komt eigenlijk weer in Thessalonica. Als je die nou in je omgeving moet, laat ze maar links liggen. Bemoei je maar niet ermee. Dat is ook een goede les. Hè? Dus je hoeft niet iedereen aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, Paulus zegt eigenlijk, als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord in middel van deze brief, dus laat ze het wel zien. Ja, nee, natuurlijk. Zeg dat ze aan het werk gaan. Ja. Dus Paulus zegt, zulke mensen bevelen wij aan om aan het werk te gaan, zodat ze hun eigen brood kunnen verdienen. Ja. En als ze niet gehoorzamen, laat ze dan niet meer met ze in, opdat ze tot inkeer komen. Maar beschouw hem niet als een vijand,
maar behandel als een broeder. Precies. Want dat vind ik het ook het mooie. Hij zegt in diezelfde tekst toch, word niet moe van goed te doen. Ja. Dus als dan mensen honger hebben, dan geef je gewoon eten. Als ze mensen hulp nodig hebben, dan help je ze gewoon. Ook al zijn het van die rare fanatieken in een snuisters, hè? Ja. Maar dat staat toch ook. Dus je blijft ze helpen. Maar probeer ze te laten inzien ja. wat God van ze verlangt. Ja. Oké, nu hebben we het dus over... Ja, dit was een heel stuk over lui uiteindelijk. Een groep, ja, een heel stuk gehad over mensen die kunnen werken, maar niet die... door de gemeente zijn aangesteld als evangelisten, maar toch van de gemeenschap willen leven. Ja. Terwijl dat niet hoeft. Ja. We gaan het nu hebben over predikanten, bijbelarbeiders, evangelisten zoals Paulus. Precies. Ja, er zijn mensen die zeggen daar hetzelfde over. Ja. Toch? Ja, klopt. Die zeggen, ja, nee, maar die leven van de tiende. Ja. Die leven op de zak van de gelovigen. Op de zak van de gelovigen, want dat is een negatieve stemming. Ja. Nou, dat is Paulus ook, dus die begint bij het begin. Ja. Hij zegt, hoe zat het ook alweer met de levieten? Precies. Hoe zat het met de mensen die de tempeldienst deden? Die hadden geen eigen land. Die konden geen eigen groente verbouwen. Die konden niks, dus die moesten op basis van gaven leven. En dat was goed, dat was door God ingesteld. Ja. Dus kijk, een prediker en een bijbelwijder die fulltime werken... kan je niet van verwachten dat ze nog een keer geld erbij verdienen. Nee. Want fulltime werken, voor even goed begrip, daar hebben wij het in Nederland over 40 uur. Maar een bijbelarbeid, ik weet niet of je wel eens bijbelarbeid gesproken hebt, die werken echt soms van s'avonds 6 tot s'avonds 10 en dan overdag ook nog een keer. Ja. Dus dat zijn ingewikkelde dagen waar je weinig tijd hebt voor jezelf, laat staan voor je gezin. Nou, en wat zegt hij? Ik schrijf dit omdat ik ben ingezegend. Ik ben ook behoorlijk tot die groep. Ik mag nu als ingezegend benoemd arbeider ook leven. Maar ik heb vrijwillig afgezien van het loon. Ja. Dat is heel wat anders als je afziet van het loon dan dat mensen niet krijgen. En het belangrijkste, Paulus laat ook in meerdere brieven zien dat hij er wel recht op heeft. Ja. Want hij wil niet dit een argument laten zijn dat andere arbeiders die het niet kunnen, zoals hij, dat loon niet krijgen. Ik weet dat, ik noem ook geen naam nu, maar ik weet van een aantal predikers die of voldoende heel veel pensioen hadden, ja. of voldoende geld, die zeiden ik hoef geen loon. Want ik heb het, ik heb het. Ja. Dus dan is er meer geld voor anderen te geven. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet een loonwaardig zijn. Nog steeds, precies. Want de Paulus zegt, ik zie je vrijwillig vanaf, hè? Maar ik heb er recht op. Ja. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie leven. Ja. Dus dit is een instelling van God. Ja. Dus voor mensen die, voor een specifieke groep, die zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Maar dan wil ik toch naar de zesde vraag. Ja, even nog even één ding. Paulus was een rare snuister. Want Paulus was natuurlijk gewoon een heel raar voorbeeld. Want die was met heel weinig tevreden. Die kon alles hebben. Omdat Paulus had het verlangen gewoon... Hij zei, ja, ik ben door Jezus zelf geroepen. Dat was ook zo, op weg naar Damascus. En hij keek naar de eeuwige beloning. Ja, en het maakte hem allemaal helemaal niks uit. En er is ook nog een andere reden waarom Paulus afzag van die gaven. Zodat niemand van de Grieken... Paulus was een pionier. Ja. Hij ging ergens als eerste heen. Thessalonica is Griekenland, hè? En Grieken waren doortrapt. Ja. Grieken waren echt doortrapt. Met name die in Kreta, zegt Paulus ook, die zijn echt doortrapt. Ja. Waarom? Die Grieken zouden denken, ja, maar jij, wacht even. Jij leeft dus van de gaven van christenen. En je maakt allemaal mensen christen. Dit is een pyramid scheme. Dat is een geldmachine. Ja. Ja. Je zoekt gewoon mensen zodat je er zelf beter van wordt. Ja. En daarom dat Paulus dus bewust van koos om niet van de tiende te leven. Ja. Omdat niemand hem dat verwijt kon maken. Hij was volledig onbaatzuchtig in zijn verkondiging van het evangelie. Ja. Het ging hem, niemand kon hem het verwijt maken dat hij aan het evangeliseren was voor het geld. Ja. Hij zocht geen... Hij was niet aan het crowdfunden. Nee maar om het maar even modern te noemen. Die Ponzi-scheme, zeg maar, die piramidespel, die ontkracht iedereen. Zoals we dat wel sommige predikanten in het Afrika zien van de Pinksterbeweging. Dat er mensen die mij geld geven en die vliegen in privévliegtuigen. Ja, hebben landgoederen, terwijl mensen het arm hebben. Ja. Dat is dus niet hetzelfde. Paulus liet dus... Dat is dus ook het andere uiterste. Dat, hoewel de arbeiders zijn loonwaardig... Het is natuurlijk ook niet zo dat een arbeider... niemand, geen enkele predikant of bijbelarbeider... is een evangelist geworden om er rijk van te worden bij ons. Nee, dat geloof ik niet. Nee, want wanneer we de tiende toenemen... dan denken we, yes, we kunnen iemand anders aanstellen. Iemand anders, ja. Niet verhogen, maar iemand Precies. anders. Ja. Ja. Dus dat maar, is ons doel. Ik wil voor je naar de zesde vraag even die tegeltjeswijsheid uit de opmerking lezen. Mm-hmm. Ik noem het dus een tegeltjeswijsheid, want dat zijn die spreuken die je eigenlijk niet mag vergeten. En dat staat boven in de opmerking op bladzijde 80. De waakzame christen is een werkzame Precies. christen. En dat is een
prachtige, prachtige Nederlandse tekst. Denk erover na. Waakzame christenen zijn werkzame christenen. Ja. Primair dus in de evangelie verkondigen. Ja. Ijver daarin. Maar in alles. In alles. In alles. Ja. Nou, we hebben het dus over gehad over... Het lijkt een beetje een willekeurig onderscheid tot nu toe. Mm-hmm. We hebben dus mensen in Thessaloniki die zeggen... Ja, God heeft mij geroepen om het evangelie te verkondigen. En Paulus en Silas zijn ook geroepen. Maar die mogen wel van het evangelie leven. Ja. Wat is nou het verschil tussen die mensen die het zelf zeggen... en tussen Paulus en Barnabas of daarna of Silas? Dat maakt niet uit, ja. Het mooie wat we hier in Handelingen zien is... hoe zijn ze nou tot prediker, ingezegend prediker geworden? Ja. We gaan het maar lezen. Terwijl ze de Heere dienden en vasten. Ze waren dus, ze wilden antwoorden. Het gaat God dus over hebben. De gemeente. De gemeente. Ja. Zij de Heilige Geest. En hoe dat gegaan is, weet ik niet. Maar de Heilige Geest was die zo. Zonder van mij Barnabas en Saulus al voor het werk dat ik hen geroepen heb. Hallo. Het is God zelf die ze uitgekozen heeft. Ja. Dat is cherrypicking gedaan. Door de Heere zelf uitgeselecteerd. Deze twee mannen. Precies. Dus dan ze staan boven iedere discussie verheven. En het is niet dat Paulus en Barnabas zeiden, wij zijn door God gekozen. Nee. Het is de gemeente die het bevestigt door de oplegging van handen. Precies. En dat is dus het belangrijke verschil. Iedereen kan wel roepen, God roept mij om fulltime voor zijn evangelie te werken. Maar het is uiteindelijk de gemeente die mensen aanstelt. En ik vind het zo mooi, ze gaan eerst naar de Joden toe. Ja. En die vertellen ze de boodschap van het evangelie, dat Jezus opgestaan is. En dan staan de heidenen, wij willen het volgende week van je horen. Het is zo'n, dat moet je nog een keer lezen. Het is zoiets prachtigs, hoe dat dan in een enorm tempo gaat ook. Ja. Ja. Ik wil een stukje uit de opmerking lezen. Mm-hmm. Waarom dit nou een belangrijk moment was. Ja. Zowel Paulus als Barnabas hadden gearbeid als dienaren van Christus. En God had hun inspanningen overvloedig gezegend. Maar geen van beiden was eerder formeel tot de evangeliebediening verordend door gebed en handoplegging. Nu waren ze door de gemeente geautoriseerd om niet alleen de waarheid te onderwijzen, zoals iedereen dat is. Ja. Zoals wij dat nu ook doen. Maar ook om te dopen en de gemeente te organiseren. Precies. Ze waren bekleed met volledig geestelijk gezag. Ja. Dit is het verschil tussen de fanatici in Thessaloniki die zeiden... God heeft mij geroepen om van de gaven en de armoes te leven. Ja. En die verkondigen het woord. En tussen Paulus en Barnabas. Precies. De gemeente bevestigt wie is afgezonderd voor dit werk. Ze zijn door de gemeente aangesteld. En we geloven dat we dat doen. Nou, iemand voelt zich geroepen door Gods geest. En dan kan je best wel zeggen in de gemeente, ik zou graag bijbaarbeider willen worden. Tuurlijk. Maar het is de gemeente die het bekrachtigt. Ja. En op basis daarvan kan jij jouw leven als arbeider, als predikant voor Gods werk. Dat is het verschil tussen fanatici en godsdienaars. Nu denk ik, het klinkt allemaal heel mooi, hè? Dus je mag leven van het evangelie. Dat je fulltime het Gods woord mag delen. Ja. Als we naar de zevende vragen... Je hoeft je om geld geen zorgen te maken. Ja, althans, we hebben het gezegd, het is geen vetpot. Nee. Maar je kan ervan, de bedoeling is dat je er goed van kan leven. Ja. Een fatsoenlijk leven kan leiden. Maar hadden Paulus en Barnabas en Silas, hadden die dan zo'n makkelijk leven? Als je het leven van Paulus op een reis zet, is dat natuurlijk vreselijk. Ja. Met Paulus en Silas, die werden gegezeld en in de gevangenis geslagen... En we weten dat het wonder gebeurde door hun gezang, dat er een aardbeving kwam en dat ze weer bevrijd werden en allemaal bekeerd. Maar ze zijn wel echt in elkaar geslagen. Ja. En ze zaten er echt met hun wonden open vastgeklonken onder in de gevangenis. Paulus is gestenigd en voor dood achtergelaten. Hij is 3 keer schipbreuk geleden. Het is een heel zwaar leven geweest. Precies. Dus het leven van een prediker en een evangelist is geen makkelijk leven. Ja. Het is niet iets wat over een gladde... geasfalteerde weg gaat. Het gaat over beuken en klinkers en het is hard, zwaar werk. Precies. Hij staat voor heidenen in Athene. Dat hij de onbekende God gaat prediken. En hij heeft er niemand bekeerd. Dus dat betekent hard werken en geen resultaat. Dat doet ook zeer. Ja. Ja. Paulus heeft dus ongelooflijk veel weerstand meegemaakt. Ja. Maar hij volhardde in zijn ijver. Hij ging door. Paulus zeker. Hij was een harde werker. Hij liet zich niet uit het veld slaan. Clemens in zijn brief aan de Corinthiërs, dus een buitenbijbelse brief, maar waarschijnlijk wel van Clemens, die Paulus zelf heeft gekend, die schreef dat hij zowel in het oosten als in het westen het evangelie heeft verkondigd. Ja. Paulus schrijft zelf, in de hele wereld is het evangelie gebracht. Ja. En daar bedoelt hij dus de hele beschaving die hij toen kende. En daar heeft Paulus een belangrijke bijdrage aan gehad. Dus het leven gaat niet over rozen van de bijbaarbij. Nee, het mooie van Paulus is dat hij echt daadwerkelijk zorg had voor die gemeente. Want dan zegt hij later ook, zegt hij dan tegen Barnabas, laten we nog het rondje teruggaan. Want we hebben wat evangelie. Hoe zou het met ze gaan?
dat we ze kunnen helpen en versterken. Dus er zit ook gewoon echt een zorg in zijn hart. Het mooie aan Paulus is ook dat hij diezelfde ijver probeert over te brengen bij anderen. Ja, dat lukt hem ook. Dus hij als arbeider probeert andere mensen tot evangelisten aan te stellen. Ja. En nogmaals, iedereen kan dat doen. En we weten dat Barnabas, die wel geroepen was, het uiteindelijk niet volhield. Nee. Helaas. Er staat in de opmerking, voortdurend tracht hij hen te helpen om zelfstandige, volwassen christenen te worden. Ja. Sterk in het geloof, brandend van ijver, met volle overgave van hun hart in toewijding aan God en aan het werk tot bevordering van zijn koninkrijk. Ja. Wat Paulus ons wil duidelijk maken is, John F. Kennedy zei ooit, don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Precies. Dat is eigenlijk ook, vraag niet wat de gemeente voor jou kan doen. Nee. Wat kan jij doen voor je gemeente? Precies. Eigenlijk is dat hetzelfde. Dat is ook wat Paulus ons hier duidelijk wil maken. De gemeente heeft lammen. En lammeren hebben melk nodig en moeten worden verzorgd. Ja. Maar de bedoeling is dat iedereen een schaap wordt die melk kan brengen. Ja. En uiteindelijk een aantal van hen zijn ook herders. Ja. Iedereen kan iets bijdragen. Nee, maar dat is de tekst die eindigt in Handelingen 20 vers 35, hè? Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Precies. Dus hoe mooi is het gewoon dat je, als je dan in staat bent om gewoon uit te delen, dat je uitdeelt. Ja. En uitdelen betekent niet dat je geld uitdeelt. Nee, het gaat om het woord uitdelen. Dit wat wij nu doen is omdat we het leuk vinden. Omdat we daardoor gezegend worden. Door deze lessen te behandelen, heb je nog nooit zo diep een les bestudeerd als daarvoor. Precies. Dus degene die de meeste zegen krijgen zijn jij en ik, omdat we het moeten maken. Maar we hopen juist dat de zegen ook anderen raakt. Dus daarom is het mooier te geven dan te ontvangen. Amen. We zijn aan het einde gekomen van deze les. En ik wil met een laatste gedachte afsluiten. In deze les hebben we gezien dat een waakzame christen is een werkzame christen. Ja. Werken is een deugd voor de christen. Ja. Salomo schrijft in zijn spreken, luiaard gaat naar de mier toe om te leren om te werken. Ja. Maar laten we ook iets beseffen. Ik kan het wel roepen, maar stel eens voor hoeveel de gemeente gedaan krijgt als iedereen met die ijver, niet alleen zijn dagelijks werk, maar ook het werk voor God zou doen. Als iedereen alles wat hij zou kunnen doen om te doen voor God, dat ook zou gaan doen. Ja. Hoeveel kracht gaat er dan uit van Gods werk? En dat geldt voor ons werk op ons dagelijks leven. Dat we daar ook voor God kunnen dienen, door het evangelie te verkondigen. Maar dat geldt ook voor de inspanningen die we kunnen doen voor de gemeente, om anderen te helpen. En ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat we niet vragen, wat kan de gemeente voor mij doen? Wat kunnen de bijbelarbeiders voor mij doen? Wat kan de prediker voor mij doen? Wat kan ik voor God doen? Wat kan ik voor de gemeente doen? Mijn wens en gebed is dat we die gedachten voor onze ogen mogen houden. Zodat we ons steentje mogen bijdragen door Jezus' genade en zijn gerechtigheid aan het opbouwen van zijn koninkrijk hier op aarde. Ik wens u Gods rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.